Vandaag hebben we geen GK-journaal, maar wel daarvoor in de plaats een, ja, de aftermath van de Nintendo Direct van gisteravond. Daar kwam zoveel nieuws, zoveel nieuwe games uit naar voren dat we dachten, daar maken we gewoon een mooie special van, Daan. Ja, een hele mooie special over een al dan niet mooie Direct. Ja, dat, nee, dat gaat blijken. Uiteindelijk gaan de... we daar natuurlijk een, een, een conclusie over maken. Mm. Um, even wat, wat, wat gegevens vooraf. Het was... Als ik het goed heb, 161 dagen geleden dat wij een, een, full, blown. een full blown een Nintendo Direct hadden. Hè? Ja. We ja. hebben wel wat Direct Minis gehad, we hebben een indie Direct gehad, ja. uh, soms eentje alleen maar over Animal Crossing of, of of Super Smash, maar een full blown 50 minuut durende extra vaganza explosie we, we, orgie aan games. Was dat was dat met uh, de 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 um, E3 tijd? Ja, of ik dat was iets lang. Dat, nee, dat is sowieso iets lang geleden. 100 ja. zoveel. Ja, ja. Het, het heeft een beetje met de corona te maken. Dat ja. Voor Nintendo vond het heel erg lastig om, om dan directs te maken. Waar mensen duidelijk bij elkaar kwamen. Nintendo is daar heel ja. voorzichtig in. En, dus... en ze gaven toen al aan van heel veel van onze studios hebben, ja. hebben vertraging opgelopen door de, door de crowns. Absoluut. En um, Nintendo Direct. Ik ga er een apart item over maken deze week. Ik ben echt een beetje in de geschiedenis gedoken. Dat... Het is een big thing ge ge uh, geworden. Ik bedoel, in 2011 kregen we de allereerste. Ook dat laat ik zien in ja. dat item. Um, en toen dacht iedereen: van... wat een weird shit is dit dan toch weer? Weet uh, je wel? Maar toch ergens weer een, een goede voorloper. Als je ziet hoe de markt nu uh, is. En, en hoe, hoe uh, uitgevers nu met hun prestaties omgaan. Exact. Zij waren de pionieren. Ja. Um, en zij hebben hun, 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 hun flow gevonden. Want gisterenavond keken 1,4 miljoen mensen. Tegelijk uh, naar deze stream. Uh, een aantal uren van tevoren zaten er al honderdduizenden Nintendo-fans. En, en dat is natuurlijk in... op de officiële Nintendo-kanaal. Ja, en, en dan, dan heb je, dan je ook al die mensen die het restreamen. Extract. En het leuke is altijd. Um, ze hebben de laatste tijd natuurlijk heel veel kleinere Nintendo Directs gedaan. Nintendo Direct Mini of rond één titel. Ja. Nou, en dan krijg je weer een heleboel gezeik dat. Ja, we willen veel. En we willen vooral coming soon, coming soon. Niet meer inhoud over een game die er al is. Mm -hmm. Nu hebben we een shitload aan titels gehad die we zo gaan doornomen. En nu hoor je weer heel veel mensen. Ja! Het is wel heel veel van alles en nog wat, weet Zo je. Zou dus... je niet uh, extra verdieping geven aan datgene wat je uh, laat zien. Nee, ja. exact. Dus, maar dat maakt het ook mooi. Er zit zoveel hype, zoveel verwachting, expectation omheen. Uh, dat je het eigenlijk nooit goed kan doen. Maar dat is ook niet erg. Mensen hebben het over Nintendo. Het was weer uh, trending op Twitter, op social media. Dus dat is tof. Goed, laten we gewoon even beginnen. Uh, het is echt een, een enorme lijst. Um, en ik probeer het een beetje chronologisch. Af te lopen, we zullen even in de tekst alle videolinkjes op YouTube erbij zetten. Dan kan je ze allemaal zelf oh. bekijken, dus dat gaan we hier niet doen. Um, van tevoren de, de vraag. Ja. Uh, 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 nog voordat we dus naar deze lijst gaan kijken. Uh, hoeveel titels zaten erbij uiteindelijk achteraf waarvan je zei van deze ga ik in de gaten houden? Um, vind, vind ik een beetje moeilijk omdat ik denk en dat, dat snapt ook iedereen wel dat uh, dit niet de die, die games zijn die ik over het algemeen speel. Aan de andere kant, he, ik ben ook een JRPG-JRPG uh, uh, um, begonnen. Um, ik heb het meer bekeken van, van, vanuit de zakelijke interesse van hoe pakken zij dit soort dingen nu aan? Weet je, wel? en no. er zaten verrassingen in, of het positief of negatief was. Dat weet ik niet. Ze hadden van tevoren ook aangekondigd: we gaan ons focussen op de games die, tot, tot die in 2021, de helft van 2021, dus tot juni gaan uitkomen. Ja. Dus iedereen die riep van: Oh, misschien wat belt wel Zelda of Bayonetta of Metroid 4. Dat wist je van tevoren. Dat zijn najaarsklappers. Ja. Dat je dat niet gaat krijgen. Mm -hmm. Um, ja, want, want ze zouden deze uh, direct vooral houden over de games die het eerste helft van dit jaar uitkomen. Ja. Met een uh, heel kleine verrassing dingetjes daar gelaten. Maar... Ja, want ze hebben toch ook wel weer wat laten zien wat niet in... Ja, 2022. Ja, dus precies. Dus het is een ook op. een klein beetje raar, dus, maar daar gaan we het aan het eind over hebben. Um, er zaten wel wat leuke dingen bij hoor, dat ik dacht van, hey, dat, dat, weet je wel, ik, ik hou wel van die Mario Golf games, vind ik hartstikke leuk. Nou, dat zag er niet aankomen. Daar, daar noem je voor mij meteen uh, al de titel uh, waar het mij om te doen was. Ja, uh, Gaan we, gaan we gewoon kijken naar nieuw Mario. Of, uh, ja, Mario Golf Super Rush. Super Rush. Inderdaad. Want ik heb. Um, er was ooit een. Ma of was het een golf? Nee, het was een golf game Ik speelde ooit een golf game op mijn Game Boy. Ja. En op een gegeven moment kwam uh, Mario Golf voor de Nintendo 64, volgens mij. Mm -hmm. Of was het al voor de GameCube? Dat, het, het, het zou, Dat weet ik. Het is net even te lang geleden om ja. het nog goed, uh, goed te plaatsen. Uh, maar daar heb, ik, daar heb ik heel veel lol mee gehad. Juist omdat het casual. Maar heel veel fun is. Ja. En ik zie dat hier ook weer in terug. Ik ben niet zo'n fan van, die, van dat speedgolf. Als gek achter elkaar aangedreven, Als dus je zo snel mogelijk een balletje probeert te rammen. Maar ik zie mezelf wel. mits ik een zou hebben. Ja. Uh, in de woonkamer uh, met mijn Joy-Con uh, een kleine zwaaien uh, doen. En, dan, en vooral kijkend naar die, die uh, story slash adventure mode. Ja. waar je gewoon door de wereld loopt en wat challenges moet doen. en, en je een beetje moet groeien. Nou, dat, 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 vind, ja. dat vind ik tof. Dat vind ik nee. Nou, je gaat in ieder geval het paddenstoelenrijk in. Uh, 100%. Ik, ik, 100%. Um, wat ik altijd weer leuk vind is. En, en, ik, ik ga, mensen lachen er soms een beetje over. Maar ik denk dat we misschien op moeten houden om dat lacherig te benaderen. Dingen mm -hmm. als he, die fitnessgame die ze hebben gemaakt. Uh, maar hier ook weer de manier dat je kan golven met je Joy-Con. Weet je wel? En dat hebben ze met de Wii natuurlijk gedaan. Dat doen ze nu ook weer een beetje. Dat kan. Je kan het ook gewoon met je knoppen doen. Daarom, het hoeft niet. Het hoeft niet. Maar ik denk. Dit maakt het wel leuk. Dit is leuk ook weer op feestjes en partijtjes. Uh, als mm -hmm. we straks weer bij elkaar oh, kunnen zijn. Met je, met je kleine nichtje en neefje uh, en, uh, spelen. En het, en het waarschijnlijk het makkelijkste. Is ook van, weet je, je hebt die Joy-Con en het is niet helemaal corona-proof Laat staan al überhaupt als zo'n feestje of, men, of mensen nee. dingen langskomen. Maar gewoon dat je hem doorgeeft naar de volgende. Omdat je beurt voor beurt bent. Dus je kan ja. eigenlijk gewoon met één controle dat doen. Nee, absoluut leuk. Uh, ik denk niet, uh, ik heb in de voorbeschouwingen gekeken, uh, deze zag ik gewoon nergens staan. En dat vind ik dus wel een van de pluspunten van de Nintendo. Dat ze altijd verrassingen erin weten te we houden die niemand ziet aankomen. Dat lukt. <laughs> ...de Ubisofts, Activision, Sony's... ...dat soort dingen lukt dat vele malen moeilijker... ...dan Nintendo. Dat, uh... Uh, uh, maar het zijn wel altijd verrassingen van hun bestaande... Tuurlijk. ...franchises of, of reeksen. Ja. Of, uh, Mario Golf, Mario Tennis... Weet je, ...al die dingen. Dat snap ik. Maar dat is ook logisch, Dat is ook niemand die daarover klaagt. Maar goed, uh, uh, ja. De uh, 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 eerste game die ze... Uh, ...aankondigde uh, was... Uh, ...Samurai Warriors 5. Ja. Uh, ja, goed. Dat is dan gewoon, denk ik gewoon een, 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 een iets... ...voor de fans, denk ja. ik. Voor de liefhebber van het genre. Voor de liefhebber van het genre. <laughs> Ik zit even de info er een beetje bij uitzoeken. Want het is zo. Yeah, Ik kan het niet allemaal uit mijn hoofd uh, dingen. Uh, het gaat over het Sengoku-periode. Uh, de verhalen ga je ontdekken van Nobu Naga Oda en Michidi, Akechi. Um, ja. Uh, ja, Nintendo Switch. Ik bedoel, ja goed. Uh, <laughs> het, het is een game inderdaad. Het, het is heel lullig. Maar voor de fans die dit tof vinden. Is dit, is dit ja, iets wat ze leuk gaan, uh, gaan vinden? Ja. Ja, weet je, het is, ik, ik heb het gevoel dat er 500 van dit soort games zijn. Ja. Uh, en datzelfde kun je eigenlijk over bijna elke game zeggen die er is hoor. Maar dit, dit doet mij niks. En dit is... Dit is kijk, hier zo'n zo direct, dat heeft altijd een paar uitschieters in positieve zin. En heel veel fillers. Mm -hmm. uh, meestal bestaande uit, uit HD uh, remasters. Die dan niet ja. echt remasters zijn, maar wel gewoon een paar voor omhoog geschoven zijn. En, uh, en, 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 en ports... En, en wat games die uh, van die 13 in design games, wat mij betreft dan hè? Ja. No offense jij. Dat nee, no nee, offense. nee 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 nee. Um, en maar ja, wat ik zeg, er zijn een paar uitschieters en heel veel fillers. Ja. Nee ja goed, het, 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 ik denk dat die inderdaad de fans zullen zeggen ja filler. Maar het. Het gaat ook om de verscheidenheid. In ieder geval het idee wat je wel krijgt na afloop van deze Nintendo Direct is van, oké, okay, er is genoeg om. Te spelen de komende tijd. ja En heel veel is natuurlijk ook platform exclusief. Um, en dat vind ik wel sterk, als we kijken nu naar de PlayStation 5 en de Xbox Series X, dat we toch moeite hebben om iets te vinden wat jouw platform onderscheidend maakt. Ik bedoel, natuurlijk, fantastisch dat je Assassin's Creed en Cyberpunk overal kan spelen, dat wil je. Maar het is ook lekker als je een, een console, kies je vaak toch ook op van oké, okay, maar wat kan ik daar nu spelen? Wat ik. Op andere platformen niet kan spelen en Nintendo heeft alleen maar dat soort games die je nergens anders kunt spelen, wat de keuze voor de switch makkelijker maakt. Ja, ja het zijn het zijn natuurlijk allemaal uh, typische Nintendo games, ja. Vaak wel uh, die die exclusief zijn voor de switch. In dit geval, um, dus dan moet je wel net al liefhebber van zijn. Ja, maar als je daar liefhebber van bent, dan is er wel een hele sloot aan vette games. Voor jou uh, nee. om een switch voor te kopen. Nee, nou ja, en, en switch koord natuurlijk gewoon 99% marktaandeel hadden ze in januari qua kwak, kwak gameverkoop in Japan. Ja. Um, je ziet inderdaad dat er heel veel Japanse uh, partijen. Uh, nou, dit was al Tecmo, Square gaan we straks zien. Capcom, die komen allemaal met van dat soort remakes Tuurlijk. of ja. uh, exclusieve games. Ja, uh, ja maar um, ik denk ook wel dat dat vooral is. Dat, kijk, dat zijn partijen die ook games uitbrengen op de, de PlayStation en de Xbox en uh, PC. Ja, uh, maar. Ja en daarvan ports naar de switch brengen dat doet die games niet ten goede. Niks. Nee. Dus wat moet je dan doen? Ja, dan moet je gewoon een switch exclusieve variant van een game. Kijk bijvoorbeeld naar Monster Hunter Rise. Ja. Weet je, zoiets moet je dan hebben. Speciaal uh, gericht op voor de Switch. Ja. Dat je ook weet van oké, okay, dit haalt deze game haalt uit de, de, de console wat er uit te halen is. En het is niet gewoon een nee. soort van naar beneden geschroefde poort. Nou, laten we die game er even bij pakken. Monster Hunter Rise. Die komt inderdaad ook uh, binnenkort uit. Um, en ja, dit, dit gaat een hele grote game worden. In ieder geval in Japan zijn ze hier ja. helemaal gek van. Uh, dit is daar een blockbuster ja, release. In het uh, westen inmiddels ook. In het westen inmiddels ook. Ik bedoel, uh, Monster Hunter World is de best verkopende Capcom game die er ooit is geweest. Nou ja, goed, I rest my case. Ja. En um, Kijk, we hebben ook westerse games gezien. Hè? Bedoel, we hebben, uh, uh, en daar zit de focus wat minder op, uh, uh, Outer Wilds komt naar de Switch. Ja. Apex Legends gaat door op de Switch. Um, even kijken, er waren nog een pak. Uh, Fall Guys komt naar de Switch, weet je wel. Ja, daar, Fall Guys, die, die zag je natuurlijk al van mijlenver aankomen. Dat, ja. le dat leent zich er perfect voor. Maar het is Outer wel Wilds achteraf. Het, het, het is veel achteraf. Maar dat, maar dat is altijd met de Nintendo Ports. Weet je, ja, dan, maar in dan, is die game al, dan is die game al op de PlayStation, Xbox en PC al twee jaar uit. Ja. En dan komt die nog even naar de Switch. En dat is, dat is leuk. Weet je, je zag het bijvoorbeeld bij een, een Skyrim en weet ik veel wat mm -hmm. ook allemaal gebeuren. Dat is leuk, maar voor de mensen die het al gespeeld hebben, daarvan zal een heel klein deel zeggen van. Oh, Leuk, nu kan ik hem ook een keertje gaan spelen, maar dan in de trein. En, en je hebt de 99% die zegt van, oh, ik heb nog gespeeld... en, en ja. op de Switch ziet het er minder uit, dus fuck it. Maar zou dat ook, ook het, het verschil kunnen zijn dat hier... wat ik ook heel veel van pubbers hoor in, in, in Nederland... dus de kantoren van de westerse partijen... van, we verkopen nauwelijks onze games op de Switch. Tuurlijk. Terwijl, als ik praat met de mensen van Square en Capcom... daar wordt wel veel van verkocht. En helemaal in Azië. Mensen ja. kopen daar hun games op de Switch. Terwijl hier in Nederland heb je een Switch erbij... Eigenlijk puur voor de Nintendo games. Zeker. Terwijl je een, een, in Azië veel meer ook al die andere dingen erop speelt. En Monster Hunter is gewoon een voorbeeld. Dit, dit, dit is gewoon echt. Ja, hier kopen mensen een Switch voor, weet je. Ik bedoel, mm -hmm. um, dus vandaar, dit gaat een hele grote release zijn voor Nintendo de komende tijd. Een andere game die ik vond die denk ik wel wat los gaat maken bij de fans, is Legend of Mana. Mana, dat is ook een JRPG um, van Square Enix, een classic. Ja. Um, hij komt nu naar Europa. Met het klassieke fondje wat natuurlijk weer gebruikt ja, wordt. Ja, 24 juni. Um, het lijkt erop dat dit dan blijkbaar al, als je zegt van het komt nu ook naar Europa, al in ja. Azië is geweest, maar het zal natuurlijk helemaal gelokaliseerd zijn natuurlijk, de tekst ja. allemaal aangepast. Ja, maar dat zie je vaker. Gewoon een game die in Azië al, al, al minstens een half jaar uit is en dan pas daarna naar het westen komt. Ja. Dit is wel iets, als je hier verder niet zoveel meer hebt, of je zit niet in deze wereld zoals ik, dan denk je, ja, nou, leuk weer een Poort. Ik zag hier heel veel enthousiasme over bij de echte die hard fans: van, ja. van holy shit, dit is gewoon echt een game die ik maar moet gaan spelen. Je, je ziet het ook, weet je, die game die le leent zich ook gewoon ja. goed voor de Switch. Het is niet de meest grafisch zware game, hè? dat, 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 dat is nog even een open deur in trappen natuurlijk. Ja. Um, maar ja, zoiets, uh, ook, ook de JPG waar je toch. Of het algemeen, wel veel tijd in moet steken. Wil je echt even een leuke playthrough hebben? Um, ja, die, die lenen zich op deze manier gewoon heel goed voor de Switch. Dus ik, ja, dat, daar snap ik zeker het enthousiasme voor. Als je kijkt naar die andere game. Uh, ook uh, volgens mij van Square. Um, die uh, soort van Octopath uh, Traveler sequel. Die niet een sequel wordt genoemd. Uh, oh jee, oh jee. Daar ja, uh, ik even Triangle, verzoek. Triangle, nog iets heet het. Oh, uh, dat is van Square, ja. ja. Uh, um, waarvan de demo. Als het goed is, vandaag nu, nu speelbaar is. Nu speelbaar is. Ik, ik ben even aan het zoeken hoor. Wat ik zeg van, ik, ik ken het niet al. Ja, we, oh. we zijn ze niet op volgorde aan het doen. Hè? Nee, nee. we zijn nu. Triangle Strategy. Het is een ja. voorlopige titel. Ja, ja, um, ja dat, dit, dat dit... mag ik hopen, ja. Want anders is het weer zo'n naveltrijtje titel. Uh. Ja, dit was een enorme verrassing. Uh, komt ook pas in 2022 uit. Dus eigenlijk ja. druist dat een beetje in tegen wat Nintendo zei. Van we gaan ons focussen. Oké, okay, we gaan ons focussen. Betekent dat nou, niet dat we geen dingen gaan laten zien die niet uh, gaan uitkomen. Uh, nee, ze wilden eigenlijk zeggen we gaan ons focus op de eerste helft van dit jaar, maar wat ze er eigenlijk mee willen zeggen, je gaat in deze presentatie geen uh, Zelda Breath of the Wild 2 zien. Da daar mm -hmm. komt het gewoon. Ja, inderdaad. Verwacht inderdaad. niet het allergrootste geweld uh, voor wat dit uh, voor wat eind dit jaar uitkomt. Ja. Maar daarna, hè, ook de grotere titels, uh, daarna uh, zien we wel weer verder. Ja. Nou, een tactische RPG gaat dit worden. Een beetje iets wat, wat Square wel vaker doet. Ja, ik vind het een heel tof stijl. Ja. Ja. Ik heb deel 1 niet gespeeld. Uh, want hè, ik heb geen Switch. Nee. Uh, maar hey, je... ik, vind, ik vind het heel tof uitzien. En deze staat wel voor het geval ik een Switch ooit zou hebben. Nou, ik, ik, ik voel wel aankomen dat hij er binnenkort bij jou gaat komen. Ja, toch wel? Nou ja, ik bedoel, als ik, er zijn best wel veel dingen die. ...denk ik jij ja, hartstikke leuk vindt. Dat Oh, dat sowieso. Persona, dat eh, vond je ook al tof. Ja, oké, spaar. Maar goed, je, je wil veel in het leven. Hè, dus dat, dat is het lastige. Ja, dat gaat voor alle bitcoin. Um, ja, inderdaad. Als mijn we bitcoin weer omhoog gaat, dan, dan kan hij gekopen. Ik wilde even naar een andere game toe. Um, namelijk wel een grote game voor ook weer de Nintendo fans. No More Heroes 3. Ja. Dat was ook weer een, een, een van de grotere. Travis Touchdown is er weer. En um, 27 augustus Nintendo Switch. Dat is niet de eerste helft van 2021 Nintendo. Januari, februari, maart, april, mei, juni. 6. Juni stopt dat. Nou ja, tot eind juni inderdaad. N, okay. Ja, oké, okay, maar dit is augustus weet je. Ja. Maar ook hier weer van ja, het is weer zo'n unieke game. Altijd met een Nintendo-verleden. Uh, ja. Past perfect op de Switch. Ja is denk ik ook gemaakt met die switch in de achtergrond weet je? Het is weer dat 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 weirde wat het heeft. Uh, fans waren hier hartstikke blij mee. Ja ja, ik heb ik heb een beetje verschillende streams zitten kijken van uh, wat uh, waar reageert men nou op en ook op Twitter achteraf en zo. Ik, ik hoorde redelijk weinig hierover. Mm -hmm. um, wel wel, het, het, het was gewoon die hele, die hele presentatie was gewoon super gemengd. Het was ofwel, je vond het super tof, of het was er van, ja, ja, no more heroes, weet je, moet dat nog? Uh, leuke akira Motor. Uh, mo moet dat nog? Weet je, is het wel nodig? Is het, is, het, is, het, is het echt waar we op zitten te wachten? Iedereen zit natuurlijk te wachten op fucking Breath of the Wild 2 op dit moment. Ja. Um, dus elke aankondiging was er eentje waarvoor de kans alleen maar kleiner werd dat Breath of the Wild 2 werd Nee, nou, ik, maar, maar dat is dus het probleem. Hè? Ik bedoel, um, ik denk... En we hebben dit vaker ook gehad. Ik bedoel, Sony en Microsoft hebben dit natuurlijk ook. Die doen het ook ja. met state of play. En volgens mij is het inside Xbox. Het tempo is hoog. Dus als wij, als je te lang draalt met games. Dat je bijvoorbeeld 10 minuten aan een game. Dan zeggen games. Jezus, kom op man. Volgende game. Volgende game. Schiet eens even op. Omdat ja. het misschien je game niet is. Als het te snel gaat. Ik wil meer zien of het gaat met te snel en leer, leer, mij, leer mij de gamers kennen. Natuurlijk, ja, het, het is 99% van de mensen <laughs> zal alleen wat zeggen als ja. ze wat te zeiken hebben. Nee. Het, je zal, je, kijk, je krijgt natuurlijk als er iets vets wordt aangekondigd, ja, 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 fuck vet, fuck vet. Maar er is altijd van die zure, zure motherfuckers. Dus nee. zitten. In. Oh, ja, nu duurt het te lang. Oh, ja, nu duurt het te kort. Oh, op deze game zit ik niet te wachten. Nee. Oh, nou, uh, had ik maar geen Switch gekocht... ...ik had nog wel een jaartje kunnen wachten. Weet, dat soort dingen. Nee, Ach, uh, absoluut. En... De, de, de negatieve lingen zijn altijd zo ja. vocaal. Uh, tegelijkertijd bij Nintendo vooral zijn de positieve lingen alleen maar vocaal. Want alles wat Nintendo aanraakt is uh, helemaal geweldig natuurlijk. Ja, nee, dat snap ik. En, en nee, ik doe er zelf ook aan mee. Ik bedoel, wij gaan ook altijd een, een persconferentie in... Tuurlijk. ...met de verwachting van misschien zie ik iets van de nieuwe en als dat maar steeds niet komt, dan, dan ben je niet meer bezig met wat je ziet, maar het alleen van holy shit, het is nog maar 10 minuten, het dus de om, kans dat, dat het komt. Maar dat omdat, het je niet, omdat je niet weet wat er, wat er komt, nee. dan hoop je altijd op, op de meest geniale persconferentie of presentatie die je ooit in je leven gezien hebt, ja dat snap ik, ja. maar als dat niet waargemaakt wordt, dan is dat geen reden om te gaan lopen janken dat het niet waargemaakt nee. is. Nee, nou, laten we nog even een paar kleinere ja. games uh, doen. Uh, Mythopia is bijvoorbeeld ook een game die ik eruit heb gepakt. Omdat uh, ja, de Mi, weet je wel, dat is, dat is iets ook al van, van de Wii afkomstig. Um, dit zal heel, heel veel gamers hadden zien van, ja, lekker belangrijk. Voor kids bijvoorbeeld is dit weer ongelooflijk leuk. Dus, en dat is ook het probleem van Nintendo. Ketert op dit moment zoveel verschillende gamers. Ik bedoel, je mm -hmm. hebt de hardcore gamer die... Nou, de goh, JRPG... Nintendo ketert naar de gamers. Ja, gewoon ook kids en familie. Niet de hardcore gamer, de shooter gamer. Nee, gewoon de gamer. Dus daar zit het er ook bij. En is dit denk ik ook gewoon weer een titel waar ze veel meer mee gaan doen. Even kijken, een andere Knockout City gaan we vrijdag wat mee doen. Want Tom heeft namelijk... Uh, Wie anders dan? Ja, die heeft deze game, want het is een e-sports-achtig game, heeft deze ah. game mogen spelen. Ja. Uh, we gaan iets proberen met einde van de week live. Dan zitten gewoon hier gewoon twee presentatoren, maar dan bellen we in, dus gewoon als een soort van gast, uh, omdat hij een game heeft gespeeld, mm -hmm. dus daar gaan we het daar meer over doen. Het is de EA-versie van Trefbal. Mag ik uh, één dingetje zeggen? Ja, mag zeker één dingetje Kunnen we alsjeblieft stoppen met uh, de roller champions, bleeding edges, <laughs> rocket arenas, hey. Knockout Cities, dat soort games, dat wordt altijd ingestoken met van oh dat is superleuk samen te spelen, competitief en blabla. En dan twee maanden later wordt de stekker eruit getrokken. Kunnen we dat niet beter? Kunnen we niet het, beter het gewoon? Het is proberen. Teken? Kunnen we het niet beter gewoon? Nee, eh, ding is wel weer, het is een 20 euro game, dus ja, ja, dat is dan weer lastig. Dat is typisch EA. Dat 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 wordt, uh, dat dat wordt gewoon uh, een dingetje waar wel. Maar goed, Tom gaat er alles over. Vertellen. Ja, Tom. Tom vindt het tof. Um, Tom is die guy. Ook iets uh, wat je al zegt, gewoon een, een weet je wel, kijk, Nintendo heeft ook een hele legacy van games op de Wii U die ze nog kunnen uitbrengen. Ze zijn nooit vies geweest van het herbrengen, het herpakken. Nou, Ninja Gaiden Master Collection is ook iets, denk ik, tof, tof voor ja, de mensen zeker. die dit... Ja, ja ik vind het ik vind hard. Ik heb, dit, uh, ik heb dit namelijk nooit gespeeld. En nee. ja, een eventuele... Ja, nee, nee ik, zie me, ik zie me dit niet zo graag op de Switch spelen, bedenk ik me nu. Ja, dat weet ik niet. Ik bedoel, ik, heb, ik, heb, ik heb best wel veel moeite met, met remaster spelen op mijn grote fucking nou ja, 70, ja. nog wat inch scherm thuis. Maar, maar, maar op deze een... game, dit, ja. dit, vergt, dit vergt concentratie. En wanneer ja? zit jij met je Switch te spelen als je niet rustig op de bank zit? Uh, dan ben je on the road aan het spelen en dan heb ik nogal veel prikkels om me heen. Oké. Okay. Um, niet meer in de trein, er zit niemand meer in tegenwoordig. Nee, dat is waar. <laughs> nou ja, dat is niet, dat is niet helemaal nee. waar. Nee. Um, maar eh, ja, nee, wel een tof aankondiging, dat zeker. Ja, nee, het is ook gewoon weer een fanfavorite. Dit uh, is uh, wel meer hardcore. Het dat is weer hardcore. Ja, nee, dus, dus ook weer dat segment, weet je. Voor iedereen was er wat bij. Uh, even wat ik heel kort noem. Uh, Star Wars Hunters X is een, is een gratis game. Uh, waarschijnlijk gewoon waar je uh, een microsoft in kan kopen. Gewoon customization uh, van, van Star Wars. Ik denk dat dit een beetje die... Uh, in, ik heb dat ooit op mijn telefoon gehad. Dat Galaxy of Heroes. Ja. Een kaartensysteem. En het het like is door mobile vechten. Mobile Zinga, in inderdaad. Uh, ja. Dus ja, uh, dit is... Dit is ja, dit is meer zo'n mobiele titel die dan nu naar de Switch komt. Ja. Uh, Tales van de Borderlands hebben we gehad. Dus Borderlands erop. Hedes, die komt nu boxed uh, uh, naar binnen. Vet. Uh, ehm. Heel Heel um, ook echt een, echt een goede game voor op je Switch. Ja. Er werden een paar nieuwe characters aangekondigd voor Super Smash. En ik ga ook in dat ah. item uitleggen waarom Super Smash zo belangrijk is voor het succes van een Nintendo Direct. Maar laten we eindigen met twee grote games. Twee. Mm -hmm. Games die uh, feitelijk een beetje de, 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 de body gaven aan uh, de Nintendo Direct. En denk ik ook allebei een verrassing waren. De eerste waar ik het over wil hebben is Skyward Sword. HD. HD. Ja, het is... De, Oké, okay, de, ja. De, ik, kijk, ik, ik, ga, ik ga dit niet eens een remaster noemen. Dit okay. is de H, HD heruitgave van Skyward yeah. Sword. Um, waar uh, precies dit aan is gedaan om, om de game uh, gelikter te maken. Mm -hmm. um, en waar je wel natuurlijk de volle map voor betaald. Want ja. het is en blijft Nintendo. Ja. Um, ik heb het nooit gespeeld. Dus dit zou een kom maar op de grote lijst van Daan Game kunnen zijn. Mm -hmm. um, maar tegelijkertijd merkte ik ook wel heel erg de gemengde reacties. <laughs> Inderdaad, enerzijds zijn mensen van. Oh my god, Skyward Soort. En de andere mensen, is hier wat aan gedaan? Plus, uh, Skyward Sword is misschien de minste van de hele reeks van de ja. laatste jaren. Leuk detail, uh, de allereerste uh, Direct in 2011, daar staat deze game ook in. Toen werd uh, die aangekondigd. Dus de, de, de cirkel is weer rond. De cirkel is een beetje rond. Uh, er komen ook, en dat vind ik ook weer, dat doet Nintendo gewoon goed. Heel veel mensen zullen zeggen, lekker uh, belangrijk. Uh, en er zijn weer fans, die, uh, de, uh, er komen speciale Zelda teams. Ja, die voor het ja, zijn voor van die dingen. Cool. Ja, precies. Cool. Dus ja. Um, uh, daar kun je heel erg op haten. Uh, het is gewoon voor fans gemaakt. Uh, mm. Het kost geld. Nintendo is duur, maar het is wel altijd tof. En Nintendo en, is prijsvast. Is prijsvast. Dat, dat dus, vooral. dus als je er niks mee hebt, laat het ook gewoon vooral. <laughs> zou me niks verbazen lekker. als je de oude Skyward soort ook gewoon nog voor de volle map uh, in de winkel moet ja. liggen. Ik heb het idee dat deze game 16 juli is een dag voor mijn verjaardag uit gaat komen. Dus dan weten mensen wat ze voor mij voor cadeautje moeten kopen. En dan natuurlijk de laatste game ja. die niemand zag aankomen. Iedereen zat dus inderdaad te hopen op iets van Metroid 4. Nou, ik wacht even. Maar ja? het, het allermooiste, het allermooiste aller, aller moment van die hele presentatie ja. was juist die tien seconden voor diezelfde aankondiging. Oké. Okay. Namelijk dat er gezegd werd van, ik weet dat jullie allemaal hopen op een Zelda Breath of 2 aankondiging. Maar dat gaat niet gebeuren. <laughs> oh, dat was zo <laughs> fijn. Ja, ja, maar maar joh. dat is van, ik, ik vind ze wel grappig daarin. Ze, 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 ze neemt zichzelf ook gewoon op de hak. Ja. Dus er zit is een soort van humoristisch stijltje in. Jo, het kunt, is die serieus. Maar te, even een mastersoort in een rij. Die krijgen even een mastersoort oh. vol in een rijt. En uh, ja, goed, normaal, je, je eindigt altijd met een uitsmijt. Dus iedereen had op het laatst, nou oké, okay, er moet nog iets komen. Er gaat nog iets komen. Wat zal het zijn? Zal het inderdaad dan toch Metroid 4 zijn? Uh, Bayonetta werd heel erg opgehaald. Nou, het was niks van dat. Het was, en dat had dan weer niemand geraden van tevoren, Splatoon 3. Ja. Ja, nou, Ja. ik ben ja. naar het WK Splatoon geweest. Ik, het is een van mijn leukste toernooien die ik ooit heb gezien. Uh, mm. Vooral omdat de community heel erg tof is. Ook hier weer gemengde reacties op. Is dat nou omdat ze die game niet leuk vinden? Of omdat... Ja, geen Zelda ah, Breath of the Wild. Er zijn, er zijn meer dan genoeg mensen die Splatoon heel vet vinden. Mm -hmm. En, en toen, uh, toen deel 1 kwam... Merkte je heel erg van... Hm, ga ik dit vet vinden? Ga ik dit vet vinden? En uh, in de loop der tijd heeft Splatoon zich dus echt wel bewezen... Als zijn goede, goede Nintendo game... Uh, met, uh, met een lekker competitief element. Ja. Uh, vooral ook omdat zeg, weet je zegt... Die, die wereldkampioenschappen, dat is een fucking vet om te zien. Ja. Um, tegelijkertijd... Ik, ja, ik, weet je, ik heb hier niet zoveel mee. Ik, nee, vind, ja, het leuk om, ik ja. vind het leuk om mensen te zien spelen die ja. er heel goed in zijn. Maar ik heb er gewoon niet zoveel mee. Ja, so, precies, so. precies dat geluid. Dan. Precies dat geluid. Um, en het ding is, wat ik... Wat ik, wat ik Oké, okay, goed. spotoon 3, dat was de afsluit. Dus daarmee sluit ik het af. We zijn ongetwijfeld titeltjes vergeten. Maar goed, check gewoon even. Er staat zoveel op YouTube. Um, kijk, ze hadden van tevoren gezegd... We focussen op eerste helft 2020. 21. Nou, oké, okay. augustus. Ik geef het je bij. Dat vind ik ook prima. Maar deze game zeggen ze nu ook 2022. Waarom laten ze dat wel zien, terwijl ze dus ook misschien een snipje Breath of the Wild 2 hadden maar, kunnen laten zien? Uh, en daarbij hadden gezegd 2022. Maar wat ik wat ik zei. De de, de reden dat ze zeggen, uh, we laten games zien van de eerste helft van dit jaar. Is gewoon de verkapte manier om te zeggen we laten Breath of the Wild 2 niet zien in deze prestatie En ja. geen Metroid 4, natuurlijk, waar ook, waar de, ze ook al een de, tijd inderdaad. mee bezig zijn. Zou het ermee make te maken kunnen hebben, natuurlijk ook? Dat is mijn voorspelling, dat minimaal één van die twee teams, het uh, games, mm -hmm. die gaat naar het najaar komen. Dus dat betekent dat we over een paar maanden weer een Nintendo Direct oh, hebben? Bijvoorbeeld oh, in juni, sowieso. en dan, dan gaat het daarover. Is de, is sterker nog, ik denk uh, inderdaad juli, augustus uh, zal er nog, of inderdaad, ik denk eerder inderdaad de E3-periode. Ja. Komt er een Direct en daarin wordt gewoon een trailer laten zien van, uh, van Breath of the Wild 2. Ja. En dan komt die of, uh, even de bol aanraken, ja. of hij komt in november. Dat denk ik ook. Uh, Eind november ja eind of, of eind oktober volgens mij ja, ze, hun hun grote games doen ze altijd heel dicht tegen de feestdagen aan op een of andere manier waar, waar ja precies ja. oké okay, eind goed, november. Kan. ja of februari 2022. ik ik gooi nee, gewoon het, een heel willekeurig... het zou kunnen in. en ik snap hun ook wel uh, als het gaat over Zelda Breath of the Wild hebben ze nu al minimaal één keer misschien ook al twee keer iets daarvan laten zien Je, Nintendo is niet van we laten vijf keer iets van de game zien. De volgende nee. keer dat ze die game laten zien. Dan is die al dan is het een half jaar voor launch. Staat er een datum bij. Ja. Hetzelfde, met Word is weer een ander geval. Die game hebben ze natuurlijk laten zien. Die is, die is die, die, ja, die was gewoon niet goed. Ze gaan pas wat laten zien hiervan. Als ze 100% zeker weten dat die game goed gaat worden. En ze eigenlijk een soort van release window in hun hoofd hebben. Nou, je hebt met de coronapandemie. Ja. Ik denk dat ze die gok niet nemen om nu weer iets te tonen. Nou ja, uh... Waar iedereen weer op gaat haten. Omdat het nog niet helemaal goed is. En dan is die game, hebben ze wel echt een probleem. Dus ik denk dat dat de reden is. Ja, een Bayonetta ligt natuurlijk buiten hun gebied. Maar ze moeten natuurlijk ook nog wat bewaren. Mm. Nou, je, je moet ook niet vergeten. Die keer dat ze uh, de Metroid uh, 4 uh, teaser lieten zien. Oftewel het logo. Ja. Dat was vlak voordat ze letterlijk weer vanaf nul moesten beginnen. Ja. En uh, vanaf nul weer beginnen betekent dat je al zo 4, 5 jaar verder bent. Als je echt met een ja. groot project te maken hebt. Nee, absoluut. Dus en, en ja. En, hoe lang is dat nou geleden? Was was 2008. 18, 17, 18, dan vind ik het totaal niet gek. Ja, dat wij niet denk, ja nou, dan vind ik dat het helemaal niet gek dat we daar nu nog niks van weten. Sterker nog, ik zou het niet eens gek vinden als we nee. volgend jaar nog niks van weten. Nee, en, en, ik, en ik hou zelf ook niet zo van, ik noem het altijd een beetje het bethesda aanpak, die, hè, de, de befaamde screenshots van elders de nieuwe Elder Scrolls of nieuwe de Elder Scroll en ja. uh, Starfield. Ja. En elke E3, elke persconferentie, krijgen we wat te zien, dan moeten ze weer zeggen: nee, we zijn er nog mee bezig. Weet je wel. Van, ja. Op een gegeven moment wordt het een, wordt het een meme. Weet je. Ik denk dat Nintendo dat gewoon niet wil. Ik snap wel Splatoon 3, wat een, een goede, maar vooral een leuke game is. Ja. En Zelda of Metroid, wat een essential game is. Dat verschilt nogal. En gisteren hebben we heel veel gezien. Ik denk dat uiteindelijk, als je even het enthousiasme. of, of de, 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 de treurnis. omdat er geen hele grote game. Uh, uh, is gegeven. als je die laat zakken en ziet wat er allemaal gaat aankomen. want volgens mij hebben ze echt nog, nog wel wat meer dingetjes. Um, dan is dit best oké. Okay, maar ik snap ook wel. er zat geen grote. Ja. aankondiging bij. En dat zorgt nee, maar... ervoor dat mensen balen. Dat is niet gek. Weet je, de, de, alle grote kennis ja. komen altijd eind het jaar uit. Begin je nu al met de aanloop naar einde van dit jaar, dat dan, ik dan, ook, ja. dan, dan, zakt, dan zakt het enthousiasme halverwege weer een beetje in. Ja. Pak je hem vanaf juni, juli, misschien zelfs augustus, ja, dan is die stijgende lijn, die, die komt op zijn climax uh, eind november natuurlijk. Ja. Dus dan, ja, dan, dan zou het veel logischer zijn om bij de volgende presentatie over een aantal maanden uh, wel met Breath of the Wild 2 te komen. Ja. In ieder geval, uh, ik heb wel genoten van de Nintendo Direct. Het stijltje blijft leuk. Ze, ze hebben echt hun flow, hun, 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 ja, hun stijltje gevonden, wat gewoon goed bij hem past. Uh, ik ben even benieuwd. Laat even in de comments weten wat jij vond van de Nintendo Direct. Welke games sprongen er voor jou uh, uit? Wat vond je echt heel erg slecht? Uh, wat ga je halen? Wat ga je niet halen? Um, ja, gewoon laat het even weten. Discussieer mee in de comments.